We staan aan het federaal parlement te Brussel, waar ze momenteel overleg aan het doen zijn over de gasboetes. Dit kan een historisch moment zijn voor de vrijheid van de jongeren. Wij vroegen alvast af wat de reacties zijn. Bij de gasboetes heb ik de indruk dat men de zaken zo had gaan sturen dat we in toestanden zouden kunnen vervallen van tussen de beide wereldoorlogen. Ik vind gasboetes heel spijtig. Dan neemt de verantwoordelijkheid van jongeren weg. Ook de vrijheid zal uiteindelijk verdwijnen. En jongeren gaan denk ik nog meer in opstand komen. Waardoor er uiteindelijk toch nog meer problemen gaan zijn. En dat gaat enkel in een soort van crisis leiden. En het contrast tussen jongeren en ouderen gaat denk ik nog groter worden. Waardoor het geeft enkel eigenlijk slechte gevolgen. Dus. Ik vind die absurd en ook belachelijk. Ik vind natuurlijk wel dat jongeren gestraft moeten worden als ze iets fout doen, maar de gasboetes worden meestal misbruikt. Ik heb ook al gehoord van gasboetes als je op het stadhuis, op de trapjes zit, dat je daar gasboetes voor krijgt. En ik snap niet dat je jongeren die vrijheid ontneemt in plaats van hen te leren om verantwoordelijk te zijn voor hunzelf. Je mag gerust weten, ik ben in mijn jongerentijd nooit voorstander geweest van belke trek. Maar hoort mij langs de andere kant niet zeggen dat je een gasboet moet geven aan iemand die belle trek doet. Dat is een kwestie van waarden en normen. En daar maar zou men beter naartoe gaan. Met sneeuwballen gooien, dat heb ik dan wel gedaan. Als ik daar dan een gasboet zou voor krijgen, sorry, maar ik durf eerlijk zeggen, ik zou het zelfs nu nog durven doen. Aangezien ze hier nog volop aan het beraadslagen zijn, wachten wij vol spanning op de resultaten.